Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen goed zien op de satellietfoto dat we te maken hebben met nog steeds veel bewolking, maar inmiddels vallen er ook wel wat gaten in het wolkendek waar de zon dan kan schijnen. En vanuit België naderen meer, op, na meer opklaringen, dus zeker in de tweede helft van de middag zal de zon vanuit het zuiden en zuidoosten vaker gaan doorbreken. Blijft op de meeste plaatsen droog en vanmiddag hebben we ook grote verschillen wel in temperatuur. In Groningen is het de graad of 4 of 5 en in het zuiden wordt het 7 tot plaatselijk 11 graden. Daar is het nog tamelijk zacht. Er waait ook een stevige oostelijke wind. Dat blijft ook vanavond nog het geval. Er komen dan vanuit het zuidoosten dus steeds meer opklaringen. Het koelt dan af na zo'n 1 graad in Groningen, nog tot 7 graden in het zuiden van het land. En komende nacht zakt de temperatuur verder en dan gaat het licht vriezen in het noordoosten en in de rest van het land wordt het zo'n 0 tot plus 5 graden als minimumtemperatuur. Dan morgen overdag ziet het er heel aardig uit. Geregeld zon blijft overal droog, maar er waait wel nog steeds een stevige oostelijke wind. Die is matig of vrij krachtig, in gracht 4 of 5. In Groningen blijft de temperatuur steken bij een graad of 3, in het zuiden en zuidwesten wordt het 7 tot 9 graden. Dus opnieuw, grote verschillen in de temperatuur. Kijken we dan naar de dagen daarna. Op zondag zijn die verschillen in temperatuur kleiner geworden. Het wordt dan ongeveer 2 graden in Groningen en 5 of 6 graden in het midden en zuiden van het land. Verder geregeld zon, maar later op de dag in het noorden en noordwesten wat meer bewolking, maar blijven overal droog. Maandag weer wat vaker zon, dan 2 tot 4 graden en een matige Noordoostenwind. Op dinsdag wordt de weersverwachting heel erg onzeker. Op dit kaartje staat in het oosten 3 graden en in het westen 7, maar het kan zomaar eens een aantal graden lager uitpakken. En dat kunnen we zien als we naar de 15-daagse verwachting gaan kijken, waarin ook de onzekerheid te zien is. De onzekerheid wordt weergegeven door de witte band rondom de rode lijn. En de rode lijn, dat is de meest waarschijnlijke temperatuurverwachting. Zoals we zien, de temperatuur gaat de komende dagen langzaamaan steeds verder omlaag. En in de nacht komen we dan onder het vriespunt uit. En dinsdag kan het zomer eens overdag ook blijven vriezen. Maar zoals je aan de witte band kunt zien, is de onzekerheid dan al erg groot aan het worden. Want dat kan overdag ook zo. ...zomaar 6 of 7 graden worden. En zeker de dagen daarna is de onzekerheid helemaal groot. Overdag misschien 2 graden, maar het kan ook zomaar 10 graden worden op de donderdag. Dat vertaalt zich ook in de kansen op winterweer. Als we kijken naar de kans op minimumtemperatuur onder het vriespunt, dus dat het gaat vriezen, en een maximumtemperatuur onder nul, dan blijft het de hele dag vriezen. Dan zien we dat de kans op vorst in de nacht in de eerste dagen zo rond de 90 tot 100% ligt. Na dinsdag neemt die toch wel beduidend af en zakt naar ongeveer 40% richting het weekend erop. De kans op een maximum temperatuur onder het vriespunt is vooral op de dinsdag groot, zo'n 30 tot 40% op die dag. Maar dat betekent dat er nog steeds een 60 tot 70% kans is dat de temperatuur overdag ook gewoon boven het vriespunt blijft. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl